Hoe vervelend of lastig is deze periode voor jou, Wesley? Ja, ik weet dat we hebben een grote selectie dit jaar. En voor mij is het gewoon bikkelen gaan. En daar moet je mee omgaan. En daarin moet je mentaal ook sterk worden. Dus dat zijn ook weer stappen. Ja, is dat laatste ongelooflijk belangrijk? Dat je de rust in je hoofd bewaart, zou ik bijna zeggen. Ja, voor jezelf en natuurlijk voor het team en voor de trainer. Want als je jezelf lastig gaat maken, dan maak je het voor het groep lastiger. En ja, dan maak je de trainer eigenlijk makkelijk. Want dan, dan zegt hij van, ik heb je niet meer nodig. Is dan ook af en toe gewoon verstand op nul en gewoon je werk zo goed mogelijk doen? Ja, tuurlijk. En uiteindelijk ben je ook liefhebber. Je traint graag. En natuurlijk, je wilt spelen. Maar wat ik zei, we hebben een grote selectie. En ik doe uiterste best om zo snel mogelijk weer bij de selectie te komen. En daar zat ik gisteren in het beker er wel weer bij. Ja, hoe kun je die plek afdwingen? Dat kan echt alleen maar op trainingen volgens mij. Ja, keihard trainen. Elke dag weer. Ja, en in vorm zien te raken op training, is dat moeilijk? Nee, ja, je moet gewoon je ding laten zien. En daar is uiteindelijk de trainer die daarin bepaalt. En daarin moet je elke dag 100% geven. En dat doe ik. Ja, hoe komt het volgens mij dat je in deze situatie bent, volgens jou dat je in deze situatie bent beland? Ja, we hebben, wat ik zeg, we hebben grote selecties en die jongens die erin staan zijn op dit moment beter. Ja, en daar moet je je dan maar bij neerleggen? Nee, daar moet ik me niet bij neerleggen. Daar moet ik keihard voor bikkelen en keihard trainen elke dag. Is het frustrerend af en toe? Nee, want trainen is duidelijk naar mij en dan weet je waar je aan toe bent. Ja, dat is wel belangrijk volgens mij, dat een trainer dan gewoon zegt waar het op staat. Ja, nou, dat geef ik ook aan. Ja, welk perspectief zie je voor jezelf? Ja, de trainer zegt dat er nog, dat hij, hoe heet dat, veel perspectief ziet in mij. En ja, dat hij ook gewoon, dat het allemaal snel kan veranderen. Ja, en dan zijn er van de week berichten dat Koeman in de winterstop die selectie wil inkrimpen. Schrik je daar dan van? Nee, want dat heeft hij toch aangegeven. Ja. En dan suggereert Martijn Krabbedam, suggereert wat en aan de rest neemt het over. Maar ja, zo werkte dit hedendaags voetbal. Ik heb... dat jij daar buiten de boot zou gaan vallen, bedoel je? Ja, dat heeft meneer Krabbedam heeft dat gesuggereerd op VI Radio. En wat ik zeg, de rest neemt dat allemaal over. Maar ik heb deze week 3 gesprekken gehad, 2 met Van Geel en 1 met de Koeman. En daar is er niks aan uitgekomen. En waar gaan die gesprekken dan over? Ook over een mogelijk vertrek in de winter? Of is dat veel te vroeg? Nee, die spreken het vertrouwen in me uit. Ja, dat lijkt me belangrijk, toch? Ja, zeker. En daarom zou ik elke dag keihard mijn best doen op de training. En wanneer ik inzetbaar... ik ben eigenlijk altijd inzetbaar, maar wanneer ik er klaar ben of voor de trainer klaar voor is, dan sta ik klaar. Wat is er met je oude club hier aan de hand? ADO? Ja, draait minder als vorig jaar. Ja, weet je hoe dat komt? Nee, want ze hebben toch wel aardig goede spelers aangetrokken. En ja, ik denk dat het dit jaar bij hun is, het is alles of het is niets. Ja, en voor Feyenoord zaak om te laten zien dat 10 uit de laatste 4, dat het geen toeval is zondag. Nee, wij moeten gewoon winnen van ADO zondag. En ja. Dat gaan we ook doen. Je zegt wij, mooi. Ja toch, ik ben toch onderdeel van Feyenoord en zo voel ik me ook. Ik voel me betrokken bij de groep, ik voel me betrokken door de club, dus ik voel me nog steeds wij.